Welkom deze bijzondere dag op een historisch moment. En wat ik het leuk vond in de trein, heb ik ook mensen gesproken. En Henk vertelde me 42 jaar over de historie van de lijn. Of Gerard die me afgelopen week mailde en zei: Joost, deze lijn, daar ben ik mee gestart. Mijn eerste zelfstandige rit is machinist. Ik zou graag de laatste rit willen doen. Een ander verhaal, Gerald, die vertelde hoe anders het rijden met een dieseltrein is dan als je het vergelijkt met een elektrisch trein. In ieder geval de grote betrokkenheid die erin heeft. En die grote betrokkenheid die blijkt ook uit de grote opkomst. En dat is misschien wel mooi om dat te markeren. Ik vind het persoonlijk altijd mooi om dingen te markeren, zowel privé als zakelijk. Morgen wordt mijn jongste zoontje 4. Nou, ik kan u vertellen dat het een hele gewichtige gebeurtenis is dat. Ik heb afgelopen week elke dag om 6 uur aan herinnerd. Ik ook morgenochtend wat later. Naar school. Ja, school. Ja, dan, ja precies. Ja, wordt lekker rustig zo dan. Zondagschool. En ook zakelijk om te markeren. Om terug te kijken en vooruit te kijken. En terugkijken kunnen we kijken op een grote historie met een lijn met veel geschiedenis. Waarvan veel mooie verhalen zijn. En die mooie geschiedenis die komt met name door de grote betrokkenheid en met name van het directe medewerk, directe collega's.